We hebben een leuke jonge ploeg. We zijn hard aan het werk, al sinds december eigenlijk. Onze eigen indoor facility. Eigenlijk onze beste nieuwe aanwinst, zeggen we altijd. En we hopen toch mee te doen om de promotie. Zeker, we zijn heel blij met Moedasser. Onze ambities en ook die van Moedasser sluiten erg op elkaar aan. Hij wil graag met de jonge groep aan de slag, jongens beter maken. Nou, wij willen graag beter worden. En er is veel animo om te trainen en hij komt graag spelen. Dus ook een kwaliteitsimpuls uiteraard. Eigenlijk allround. Hoe ik het nu zie, hebben we echt goede bonutech. Sinds dit jaar ook wat spinners erbij, dus echt opties om, echt om te kiezen. Ja, en onze batsman, onze betting line-up is eigenlijk alleen maar versterkt. Met Moedasser erbij, Greg Ambrose van VOC gekomen, daar verwacht ik wel wat van. En ook jonge jongens die staan te popelen om door te breken. We hebben Warren Bell, die is vorig jaar ook geweest. Speelt voor Northern Cape, Zuid-Afrikaan. Allrounder, left-hand bat, maar vooral een goede bowler. En Nick Swain, 22-jarige keeper, jonge gozer. Hebben we voor gekozen omdat heel veel jongens zijn begin 20 in de selectie. En Nick is ook begin 20, is 22. Dus wij denken dat het goed aansluit. Plus we hadden geen keeper, Sparta. Dankjewel.